Welkom terug in de studio. We zien dus een debat over het controleren van teruggekeerde reizigers uit de rode zones. Maar het gaat ook over veel meer dan dat, over de vaccinatiestrategie. Onvermijdelijk zijn er voldoende vaccins en vooral worden die snel genoeg toegediend. We spraken er straks met Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schilts. En nu met de voorzitter van de commissie Welzijn, Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. Welkom, meneer. Ja, we zijn vandaag 6 januari. Die controles zijn er voor mensen die uit een reis terugkeren tijdens het kerstverlof. We zijn nu een week na nieuwjaar. Komt dit allemaal niet een beetje te laat? Ja, het is inderdaad een beetje eigenaardig dat nu pas eigenlijk wordt gesproken over de controle van de quarantaine van terugkerende reizigers die eigenlijk al een week thuis zijn of zelfs langer. Mensen die maar een week op reis zijn geweest, zijn al langer thuis, zijn al in quarantaine geweest, werden niet gecontroleerd. En dat is een beetje ons punt van kritiek natuurlijk. Het decreet is gestemd in december. We zijn daar eigenlijk voor in spoed bijeengekomen met het Vlaams parlement. Maar de uitvoeringsbesluiten liggen nog altijd niet klaar. Waardoor eigenlijk de controle niet kan uitgevoerd worden door steden en gemeenten. Het is een beetje de rode draad doorheen het beleid van deze Vlaamse regering. En in het bijzonder van minister Beke dat we eigenlijk altijd te laat komen met het beleid. En zeker hier in dit geval met quarantaine voor terugkerende reizigers. Het is een voortdurend punt van kritiek dat terugkeert bij de oppositie over Wouter Beke. Wouter Beke komt altijd een beke of veel te laat, horen we vandaag opnieuw. Maar tegelijkertijd, we hoorden ook meneer Schilts zeggen, ten eerste het overlegcomité was eind december met die quarantaineregels. En bovendien is die Britse variant van het virus waarvan sprake pas opgedoken tijdens het kerstreces. Ja, hoor je dan? Zo'n crisis, dat vergt altijd wat improvisatie. Ja, het is wel zo natuurlijk dat de Vlaamse regering en het overlegcomité moet kunnen inspelen op de actualiteit natuurlijk. Maar het argument van de Britse variant speelt in deze niet. Men wist al langer dan vandaag dat de kerstvakantie op komst was. En men had ook al de ervaring van vorig jaar natuurlijk. Het is begonnen met de krokusvakantie vorig jaar. Daar was er nog het argument van, ja, we weten niet wat dat virus juist inhoudt. We hadden ondertussen ook de zomervakantie, de herfstvakantie. En pas enkele weken voor de kerstvakantie is men tot het besef gekomen dat mensen wellicht op reis zouden vertrekken en dat een aantal maatregelen zouden moeten genomen worden. Dus veel te laat, zou ik zeggen. Dat decreet waarover we nu spreken, dat moet het voor lokale besturen makkelijker maken om toe te zien op het naleven van die quarantaineregels. Het gaat ook over het doorgeven van de contactgegevens via die passenger location forms. Goed en wel, het moet alles wat stroomlijnen, maar dan vraag ik me eigenlijk ook af, wie zal controleren? Stel, ik ben op reis geweest en moet in quarantaine. Kan dat een at random een politieman zijn die aanbelt? Of een ambtenaar? Wie doet dat dan? Ja, het is natuurlijk zo, misschien eerst wat dat passenger location form betreft. Ja, ook daar zijn er toch wel wat twijfels over. Niet alleen over het correct invullen van die formulieren, maar van de 160.000 terugkerende reizigers tijdens de kerstperiode zijn er amper 80.000, de helft, die eigenlijk zo'n formulier hebben ingevuld, de anderen niet, weten dus niet wat daarmee gebeurd is. Maar om op uw vraag te antwoorden, ik denk dat dat allemaal nog moet vastgelegd worden. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat aan iedere deur, aan ieder huis een politieagent gaat aankloppen om te kijken als de quarantaine eigenlijk wordt nagevolgd. Maar ik denk dat de verantwoordelijkheid nu wordt gelegd bij de lokale besturen en dat de lokale besturen wel zelf zullen uitmaken. Is dat dan een politieagent? Is dat dan een contactopspoorder? Als er iemand aan de deur stond, zal dat met toestemming zijn van de lokale, van het lokale stadsbestuur. Ja, want ook al is het ten eerste van dit decreet de bedoeling om eigenlijk de bestaande instrumenten wat te stroomlijnen en kan er vandaag ook gecontroleerd worden. Een ambtenaar kan een bevel tot quarantaine uitschrijven en zo meer. Er staan straffen op. Geen al te lichten ook blijkbaar. Maar goed, dat alles samen kan mensen wel eens het gevoel geven van we zitten hier in een verkliek- of controle-samenleving. Daar moeten wel wat limieten op staan. Ja, dat klopt.
Maar misschien eerst zeggen dat de Vlaamse regering en ik zelf ook wel rekenen op de burgers in natuurlijk. Het is ook aan de individuele burgers om uit te maken als zij een risico vormen voor andere mensen, voor de gemeenschap zou ik zeggen. Maar natuurlijk, ja, die opvolging moet er gebeuren, maar ik wil ook niet dat dit alles zal leiden tot de kliklijn. Ik heb zelf al verschillende incidenten in mijn stad Brugge mogen aanhoren, waar mensen eigenlijk continu door het venster zitten te kijken als hun geburen niet te veel mensen over de vloer krijgt. En dat zou ik toch willen dat dat stopt en dat dat niet leidt. Dus laat ons vooral ook rekenen op de burgerzin van heel wat mensen. Nee, dat zal het al te onaangenaam maken. Nog een vraag, maar dan heb ik het over het vaccineren, de vaccinatiestrategie. Je hebt een aantal zaken nodig, iemand die je toedient, een vaccin, maar ook een naald, een gezondheidsnaald. U stelde wat verderop in het debat die vraag of u wierp de kwestie op, zijn er voldoende naalden? Wat weet u daarover? Wat vangt u op? Ja, ik had dat opgevangen via sociale media, dat er blijkbaar op federaal niveau een tekort zou zijn aan naalden, aan gezondheidsnaalden. Niet alleen aan naalden, maar ook spuiten en dergelijke. Dus leek het mij wel verstandig om dit even na te checken bij de Vlaamse regering. Ik weet wel dat de federale regering daarvoor verantwoordelijk is. Maar natuurlijk met de drama's die wij gekend hebben met de mondmaskers, leek het mij interessant om te weten van Wouter Beke, de bevoegde minister, als er voldoende was. En tot mijn verbazing eigenlijk, zei hij, ik denk van wel, zegt hij, maar voor alle zekerheid hebben wij, de Vlaamse overheid, dan er ook besteld. Wat eigenlijk impliciet wil zeggen dat ze opnieuw weinig vertrouwen hebben in het federale niveau. Ja, inderdaad, hè, meneer Beke antwoordde met, ik vermoed van wel, ik ga ervan uit van wel, en voor de zekerheid. Hij zei dat dat was een bijzinnetje met de beste bedoelingen, maar wanneer iemand voor de zekerheid toch iets doet, dan begin ik me wat zorgen te maken. Ja, dat dacht ik ook. Het was ook zo met de mondmaskers natuurlijk. Als je 100% zeker bent dat het federale niveau over voldoende materiaal, dus spuiten en naalden in dit geval, beschikt, gaat je er toch niet zelf gaan bestellen. Ik denk dat we in de komende weken misschien helaas zullen moeten vaststellen dat er inderdaad tekorten waren en tekorten zullen zijn. Want het is niet alleen het vaccin zelf die belangrijk is, maar het is ook de spuiten en de naalden. Het aantal personen die kan vaccins zetten. Ook daar is er nog altijd discussie over, dat er te weinige mensen zijn. Dus het wordt een Haanse klus, denk ik, om al die vaccins tijdig toe te dienen. Ja, om af te ronden, dat decreet dat het controleren beter moet organiseren, vanaf wanneer gaat het dan in? Het zit bij de Raad van State, Vlaamse Toezichtscommissie, vanaf wanneer geldt het dan? We zijn nu woensdag. Ja, ik hoor dat het advies van de Raad van State al binnen is, dat we nog wachten op het andere advies en dat dan zo snel mogelijk de Vlaamse regering zou bijeenkomen om die uitvoeringsbesluiten goed te keuren. Ik hoorde zeggen tijdens het debat dat het 12 januari zou worden eventueel, maar dat is nog even afwachten. Ik hoop dat het er zo snel mogelijk is. Maar natuurlijk, die controle op de quarantaine, dat is niet het allerzaligmakende slot op een Hans verhaal, zou ik zeggen. Ja, oké. We kijken er naar uit, naar hoe dat verloopt. En u volgt dat natuurlijk op in die commissie Welzijn als voorzitter. Zeer bedankt voor dit gesprek.